Wij zijn op Jumping Amsterdam, het is vandaag vrijdag. Ik ben Demi Vermeulen, ik ben 22 jaar en ik rij hier vandaag op Jumping Amsterdam in de parasportrubriek. Dus ik heb deze uitgekozen. Het is een nieuw leerhalster en ook op deze kant staat Marley zijn naam. Net als horse event eigenlijk, trouwens. Oh, op Jumping Amsterdam 2018. Nee, oké, hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga gelijk maar openen. Wij zijn op Jumping Amsterdam. Het is vandaag vrijdag. En we zijn hier ook weer namens Countermill, zoals je hebt gezien. Alleen, we zijn nog dicht. En we moesten even onze jassen afgelaten. Dus ik heb even ingebroken. En het ook weer half gesloten. Helemaal gesloten. Het zat niet eerst zo, toch? Nee, het hing daarboven aan vast. Maar dat heb je losgetrokken. Maar goed, ik ben hier niet vanuit Jumping Amsterdam, maar vanuit Countermill. Omdat we de derde video gaan opnemen voor het Dreamteam. Namelijk van Demi Vermeulen. En Demi Vermeulen is een paarruiter. En dat is dus op de donderdag, vrijdagochtend, wordt dat gehouden. En we gaan haar filmen. En ze is denk ik nu aan het, nou nog niet aan het losrijden. Ze moet pas over een half uurtje. Dus filmpje bekijken, vast. Demi Vermeulen, dames en heren, Amazon uit Zevenaar. Individueel zilver op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016. Team brons bij diezelfde Olympische Spelen in Rio. Individueel brons en team zilver bij de wereldkampioenschappen die waren in Frankrijk in Cannes in 2014. Demi is masterstudent recht en dat doet ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Siska, Siska 2 en Demi Vermeulen de volgende in deze KNS Witte van Woord Paradressuur Trophy. Ik ben 22 jaar en ik rij hier vandaag op Jumping Amsterdam in de parasportrubriek. In de parasport rijden de ruiters in grade 1 tot en met 5. Wat betekent dat de ruiters met de meeste beperking in grade 1 rijden en met de minste beperking in grade 5. Ik zit zelf in grade 3 en ik ben ongeveer verlamd vanaf onder mijn knieën. Dus ik kan mijn voeten helemaal niet gebruiken. Daardoor zit er ook extra versteviging in mijn laarzen. En zit ik vast met elastiek aan de beugels. En maak ik heel veel gebruik van stemmeel. En in Minecraft komt het er eigenlijk op neer in de proeven. Dat kan je een beetje vergelijken met M-niveau, denk ik. Maar dan zonder galop. Want in onze proeven zit er geen galop. En er zit bijvoorbeeld wel wijken in en keertwendingen. En bij ons wordt er vooral heel erg veel nadruk gelegd op de basis. Je aanleuning moet echt doodstil zijn en ze moeten hele ruime gangen hebben en met heel veel tact lopen. Eigenlijk heel anders dan normaal. Wat ze van je willen zien, zeg maar. Ja, wat mensen eigenlijk verwachten dat ze best wel makkelijk, zeg maar, in de parasport kunnen rollen. Maar het instapniveau is eigenlijk zo hoog. Er lopen, zeg maar, alleen maar echt hele kwaliteitsvolle paarden mee. En dat is heel lastig om die combinatie te vinden. Want ze moeten ook nog natuurlijk heel cool in het hoofd zijn. Dus ja, dat is wel lastig. En mensen, als ze eenmaal in die parasport zitten, zien ze wel van, wow, dit is ook wel echt topniveau, zeg maar. Maar met Siska heb je dat gevonden? Ja, zeker. Ja, Siska is denk ik echt wel perfecte combinatie. Ze heeft een hele goede stap en een hele goede draf. En ze is gewoon zo ontzettend braaf in de ring. Ze doet altijd haar best en ze zet nooit een stapje opzij in de ring. En volgens mij vindt ze het ook gewoon superleuk. Ze loopt altijd met de oortjes naar voren en is daarbij ook nog heel geconcentreerd op mij. Dus nee, echt een superpaard. Top. En heb je nog toekomstplannen met haar? Ja, het uiteindelijke hoofddoel is natuurlijk de Spelen in Tokio in 2020. En dit jaar is de hele belangrijke stap het WK. Dus daar zijn we heel hard voor aan het trainen. En in mei beginnen daarvoor de observatiewedstrijden. Dus ik hoop dat we ons daarvoor kunnen plaatsen. Demi Vermeulen, dames en heren, Siska, tweede dochter, de elite medie van Samba Hit 2. Bij C, 76-833. H, 76-333. Nog één resultaat te gaan en dan weten we het gemiddelde.
77-667. Het gemiddelde is 76-944. 76-944. Een tweede plaats op dit moment voor Demi Vermeulen. Vragen hoe het ging. Ja, super. Helemaal, ja, ik was tot, wel een beetje ontroerd, moet ik zeggen. Ja? Ja. Maar was jij ook nog degene die daarop aan het inrijden was? Ja. Oh, ja. Ja, ik rij altijd los voor Demi. Mm. En als het fijn los is, dan neemt Demi haar over. Ja. Ja. En Demi, vond je het zelf gaan? Nou, het ging echt super. Het was ook echt de eerste keer dat ik tijdens mijn kuur kippenvel kreeg. Oh, maar echt, dat Siska het gewoon zo super goed doet. Mm. En we zijn natuurlijk nog niet super lang een combinatie. En ja, ze is gewoon echt... En dit was je tweede kuur? Ik denk onze... NK heb ik gereden. Ja, onze tweede kuur. Ja, onze tweede kuur pas op wedstrijd eigenlijk. Dus ze heeft het heel goed gedaan. Wil je nog even vertellen met hoe jullie zeg maar, elkaar gevonden hebben? Ja, via countrymail. Ja, op de showavond, hè? Ja, op de showavond. Op dreamteamavond, ja. Ja, ja. Femke hoorde toen dat ik naar Rio zeg maar, zonder paard zat, weer mee in gesprek geraakt. En toen even later, toen kwam ze met dit idee. Dat was echt, echt super. Ja, ik heb gisteren, toevallig staat er vandaag ook een stukje in de krant, dat ik zelf eerst wel moeite heb gehad om te beslissen van nou, ik ga niet meer met haar verder, want ja, het gaat gewoon niet samen. Het is wel of-of, want het is zo intensief. Maar ja, ik zei met oud en nieuw nog, als ik me terugkijk, is dit wel de beste beslissing van het jaar. Ja, ik geniet er enorm van. Het is gewoon leuk dat het zo goed gaat en het paard is helemaal in zijn element. Dus ja, dik tevreden. Top. Nou, gefeliciteerd alvast met je tweede plaats. Dank je. Ja, dan moeten we nog een paar, maar alvast. Goed. Weet het er niet wat eindigt. Nee, gaan we precies. Het ook zien. Dank je wel. Dames en heren, geef u een fantastisch applaus. Een mooie score, wat een mooie sport hier vandaag. De winnaar is Sanne Voetse, Nematuur en NOP. En dames en heren, gaan we naar de nummer 2. Wat een mooie score, het staat dichtbij. 76-944. Dames en heren, geef u dus een fantastisch applaus. Demi Vermeulen. Demi met Siska 76-944. Mevrouw Gerritsen. Terug van de prijsuitreiking en gefeliciteerd als eerste. Dankjewel. Ben je er blij mee? Ja, echt super blij. Ik had dit van tevoren niet zo gedacht dat ik tweede kon worden. En ook nog met zo'n topscore van 76-9 was het volgens mij. Dus echt, had niet beter gekund vandaag. Super, nou heel erg gefeliciteerd en heel veel succes verder nog. Dankjewel. We zitten zoals elk jaar weer bij de Laplace. En we hebben al allebei een groentesmoothie op. Die in het eerste best wel lekker bleek. Maar eigenlijk niet super lekker was eigenlijk achteraf gezien. Ja, was wel lekker. Ja, maar ik kon er niet helemaal op. We hebben allebei een broodje gehad, soepje gehad. En ik heb nu even Tony chocola, want ik heb chocola nodig. En ja, het was eigenlijk wel super gezellig met Demi ook. En we zijn ook soort van... Ja, ze heeft ons wat meer ingelicht over de parasport. Over in die grades en hoe dat dan precies werkt. Dat was best wel interessant ook. Inderdaad, best wel een soort van ja, sneu dat. Ja, aan de ene kant natuurlijk is het fijn dat ze zo'n plekje op Jubik Asso dan krijgen. Dat ze eigenlijk een soort een podium krijgen. Maar aan de kant is het ook weer een soort van sneu dat het dan op de vrijdagochtend is. Omdat er dan bijna niemand kijkt, zeg maar. Er waren nog wel wat mensen, maar ja, ik vind wel dat het meer aandacht zou moeten kunnen krijgen. Want daardoor kan ook de sport zeg maar groeien zelf. Want het is natuurlijk echt super mooi dat je eigenlijk met een handicap toch de sport kan blijven oefenen, zeg maar. Maar goed, we zijn bij Countryville langs geweest, we zijn nu weer gaan eten en dan gaan we winkelen. There's a moment in your bones when... When the fire takes over, blood is running, heart is pumping, as
the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. We staan nu in de Ponytail & Co. stand en dit is Naomi. Misschien kennen jullie er wel van. Storm, Haflinger Storm. Op gewoon. Nee, Naomi. Haflinger Lijkstreepje, Storm, Lijkstreepje. No. Ja, dat je. En ik had gezien dat zij hier zeg maar was en Madeleine ook. Dus wij dachten we gaan hier even langs. Maar ze hebben hier echt vet veel leuke sieraadjes zeg maar. En ik wilde heel graag nog een nieuw armbandje. Echt al jaren. En ze hebben zeg maar deze. Met allemaal leuke hoefijzertjes en klavertjes. Hardhoofdje, rosetje, capje, borsteltje en ook zadeltjes. Dus ik heb deze uitgekozen. En het is het hoefijzertje. Dat is echt super leuk. We zijn net uit het gebouw van Jumping Amsterdam gelopen en we lopen nu richting een parkeergarage, want het is al 10:30 en we zijn hier al sinds 9:00. Dus ik heb echt kijken of tegen het springen is nog niet afgelopen, maar echt zoiets van oké, ik vind het wel goed geweest. Ik wil naar huis toe en het is sowieso nog zeker een half uur naar jou rijden en dan is het zeker nog een half uur naar mij rijden. Maar dus sowieso, als we morgen niet vroeg op hadden gehoeven ofzo. Ja, ik heb morgen zeg maar dressuurles. Ik heb hem al gelukkig ietsjes kunnen verplaatsen, dat was zeg wel fijn. Maar goed, ik ga morgen nog eventjes een shoplogje voor jullie houden, want ik heb wel best wel wat spulletjes gekocht. En het is nu, ik ben nu te moe en het is te donker en zo om een shoplog te houden. Morgen heb ik gewoon lekker mooi daglicht. Dus ik zie jullie morgen weer. Neem alvast afscheid van Maddie en van Jumping Amsterdam. Tot morgen! Het is nu zaterdag en ik ben net terug van mijn dressuurles, dus ik heb nog een beetje kephaar en zo. Maar ik dacht ik laat gelijk even zien wat ik dus gisteren allemaal gekocht heb. Als eerste heb ik deze. Die heb ik net ook al meteen gebruikt. Dit is een nieuw leerhalster. En ook op deze kant staat Marley zijn naam. En hier heb ik in totaal €50 voor betaald. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Maar ik vind het zeg maar het mooie van dit halster. Dat het eigenlijk zo van rondgenaaid is. Rondgestikt, hoe je dat ook noemt. Op deze plekken. En voor de rest ja, vind ik hem echt heel erg mooi. En dat was ook niet mega duur. Want vaak zijn leren halsters echt best wel duur. En ik had er altijd eentje. Die heb ik toen op Equitana gekocht. Maar die ben ik hier op stal kwijtgeraakt. Dus ik had er nooit meer eentje. En op zich voor fotoshoots heb ik meestal een hoofdstel in. Of helemaal niks. Maar het is ook wel eens mooi om een mooi chic halster te hebben. Dan heb ik deze pot gekocht. Het is niet per se dat ik het op Jumping Amsterdam wilde kopen. Maar ik zag hem voorbij komen en dacht, hé, dat moet nog hebben. Dus opkikker. Want ja, maar ik heb wel regelmatig last van diarree. En ik gaf eerst dat zand weg. Maar dat mag je niet zeg maar voor altijd leef geven. En elke keer als ik er dan mee stop, dan... Ja, het is een beetje heel erg wisselend bij hem. Dus Astrid die zei van, nou geef hem even een keer opkikker. Je hebt van die spuiten opkikker. Maar ik dacht van, nou misschien is het handig om het even voor een langere periode te gebruiken. Deze kostte €32,50. En ja, ik ben benieuwd of die hier wat beter op gaat. Sowieso zijn weerstand is niet echt fantastisch de laatste tijd. Dus daar ben ik benieuwd naar. Als volgende heb ik deze borstel gekocht. Die had Madeleine gezien. En hij is bruin. Op zich best een mooie borstel. €5 was die. En hij heeft zeg maar haartjes en een swansje aan de binnenkant. Dus dat is vet handig voor zijn lichaam. En vooral zijn benen nu schoonmaken. Omdat hij altijd met modderige benen natuurlijk uit de wei komt. Dus dit vond ik wel heel erg handig. En als laatste. Ik heb dit wel een beetje pijn in mijn hart gekocht. Want hij was niet super goedkoop. Ik heb deze jas gekocht. Het is een beetje een, het is sowieso een donkergroene kleur. En ik vroeg me een beetje af, is het nou een zomerjas of is het een tussenjas? Maar voor deze kant is eigenlijk heel dun. Maar deze kant is wat meer gevoerd. Dus ze zegt het is eigenlijk meer een tussenjas. Hij is van Kingsland en hij was
200 euro. En daarom vond ik het heel erg moeilijk. Van, vind ik eigenlijk veel te veel geld voor een jas. Maar ze hadden korting. En eerst was het eerste artikel 30% korting. Maar ik kreeg 40% korting op een of andere manier. Dus ik heb er 120 euro voor betaald. Nou, vind ik nog steeds heel veel geld voor een jas. Maar ik vond hem echt heel leuk. En ik had zoiets van, ja, doe maar gewoon. Anders krijg ik misschien spijt. Dus ja, dit is hem. En ja, je kan niet heel goed aanzien. Maar ik ga dit gewoon gebruiken als normale jas en bij de paarden. Want ja, dit is ook mijn normale winterjas. Maar die doe ik ook aan bij de paarden. Dus die vond ik heel erg leuk. Nina? Ja? Ben jij zover dat de trailer weg kan? Ik moet erbij met de shovel. Oh, ga ik hem weghalen? Zoals jullie hoorden, werd ik onderbroken tijdens het opnemen van mijn soort van shovelogje. Maar ja, waarschijnlijk was ik al klaar. Ik moest even mijn trailer aan de kant zetten, want als het moest erbij. Maar ik heb deze trouwens ook nog gekocht. Nee, niet gekocht. Ik heb hem trouwens gekregen. Dit is een juweeltje van Ponytail & Co. En het zou op zich fijn zijn als hij zou scherpstellen. Het is een armbandje met hoefijzertjes. En ze hebben ook met meerdere, zoals ik jullie heb laten zien. Ik heb alles al in de vlog laten zien. Maar ja, mocht je nog een armbandje of iets willen, kan je natuurlijk ook gewoon op de website bestellen. En dan ga ik voor nu de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vond het heel leuk op Jumping Amsterdam. Ik ben een soort van blij dat we dit jaar niet weer 4 dagen zijn geweest. Want ik was echt na deze dag al helemaal verrot. Ik vond het ook heel leuk om Demi Vermeulen te volgen. En ik hoop dat jullie ook dat ook leuk vonden. En ook wat meer wijzer zijn geworden van hoe het paradressuur precies werkt. Ik zeker weet, want ik wist helemaal niet dat het op die manier werkte. En ja, ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!